Universiteit van Nederland. Als al het ijs op de gletsjer smelt, dan stijgt de zeespiegel 0,3 meter. Als al het ijs op Groenland smelt, stijgt de zeespiegel 7 meter. Maar Antarctica is echt een nieuw level, zou je kunnen zeggen. Dat is gigantisch, het is heel groot. Als al het ijs op Antarctica smelt, dan stijgt de zeespiegel 57 meter. En dat zou Nederland bijna volledig onder water zetten. Je kan misschien nog schuilen op een paar punten in de Utrechtse Heuvelrug. Je kan naar Limburg, maar verder is het een soort van nieuwe Atlantis. Eigenlijk elke centimeter, elke meter heeft hele grote gevolgen voor een land als Nederland. Dus voor ons is het echt heel belangrijk om te zien wat er met de Zuidpool gebeurt. Dat is precies wat Sophie de Roda Husband van de TU Delft onderzoekt. En zij heeft geen goed nieuws. Want de Zuidpool, waarop het continent van Antarctica ligt, is aan het smelten. Een chockerende conclusie, ook voor wetenschappers. Voor lange tijd dachten we dat de Zuidpool eigenlijk een soort slapende reus was. Het is daar heel erg koud, hè? Min 40 graden. En we dachten dat er niet zoveel veranderde. Het is daar zo koud, dat ijs op de Zuidpool, dat smelt toch niet. Daar hoeven we ons helemaal geen zorgen over te maken. Een soort onaantastbare koude koelkast eigenlijk. Die gedachte die bleek onterecht. De Zuidpool is verre van onaantastbaar. Daar kwamen we op een pijnlijke manier achter toen in 2002 een gigantische ijsplaat zo groot als de provincie Zuid-Holland afbrak. In 2 weken tijd brak hij helemaal op in kleine stukjes en verdween. Deze ijsplaat heet de Larsen B, vernoemd naar een Noorse ontdekkingsreiziger. De wetenschapswereld was in shock. Ik had toen nog geen benul van de Zuidpool. Ik was 8 jaar oud. Maar ik beeld me zo in dat de wetenschappers in 2002 echt wel geschokt hebben toegekeken hoe opeens zo'n grote ijsplaat in zo'n korte tijd afbrak. Onderzoekers begrepen er niets van en zaten met talloze vragen. Wat is hier gebeurd? Was dit eenmalig? Kunnen we vaker verwachten dat zo'n ijsplaat in zo'n korte tijd in 1 keer afbreekt? Wat gebeurt daar eigenlijk op het zuidelijke halfrond? Het is wel degelijk aan het veranderen. Deze gebeurtenis dwong onderzoekers om de Zuidpool met spoed onder de loep te nemen. En sindsdien hebben we dat meer gezien. Dus ook de Conger-ijsplaat in het oosten van Antarctica brak 2 jaar geleden af. De Zuidpool is dus niet onaantastbaar. Maar begrijpen wat daar precies gebeurt is alleen nog niet zo makkelijk. Onderzoek doen op Antarctica is echt heel lastig. Vanaf Nederland is het zo'n 15.000 kilometer. Maar niet alleen van Nederland is het ver weg. Eigenlijk van alle bewoonde wereld die we in het zuidelijk halfrond hebben. Dus ook vanuit Chili, Argentinië, van Australië. Het is altijd wel minimaal 1000 kilometer afleggen. Op een hele heftige oceaan. Ook Zuidpoolonderzoeker Sophie heeft zelf nog nooit een stap op Antarctica gezet. Nee, ik ben zelf nog nooit op de Zuidpool geweest. Tenminste, fysiek. Sophie heeft een andere manier om er te komen. Door middel van satellietbeelden. Satellietbeelden zijn echt de ideale manier om de Zuidpool in de gaten te houden. Van achter je laptop kan je eigenlijk naar de hele wereld toe. Dus als ik ook naar satellietbeelden kijk, vind ik het soms best wel grappig om het te beseffen dat ik kijk naar delen op de aarde waar nog nooit iemand geweest is. Het voelt een beetje als een soort ontdekkingsreis, alleen dan de luie versie. Nou, die satellietbeelden zijn van onschatbare waarde voor het Zuidpoolonderzoek. Het is niet mogelijk om zo'n gigantisch continent echt goed te begrijpen door alleen daar met een bootje soms naartoe te varen of door alleen wat metingen daaruit te voeren. Om dat hele continent te vatten, maar ook om daar elke dag te zien wat er verandert, kom je er gewoon niet omheen dat je satellietbeelden nodig hebt. Dankzij die satellietbeelden krijgen we een steeds beter beeld van hoe de Zuidpool eruit ziet en wat zich daar precies afspeelt. Sophie geeft ons een basislesje Zuidpool. De Zuidpool bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst een heel groot stuk land. Dat staat midden in de oceaan. En dat stuk land is dus ongeveer 1,5 keer zo groot als Europa. Dat stuk land is bedekt met een hele laag ijs. En dat is gigantisch dik. Dat is gemiddeld zo'n 2,2 kilometer dik. En in het midden op het dikste punt 4,7 kilometer dik. En dat ijs, wat dus eigenlijk het land bedekt, dat noemen we ook wel landijs. En dan heb je ook nog ijsplaten. En ijsplaten kan ik eigenlijk het beste uitleggen als een soort steigers. Dus zitten vast aan het vaste land, aan het landijs. En ze drijven op de oceaan. Ze kunnen heel erg groot zijn. Dus de grootste ijsplaten zijn zo groot als Frankrijk. Die ijsplaten ontstaan doordat het landijs steeds richting de oceaan stroomt. En de ijsplaten worden dus eigenlijk steeds groter. Maar aan de randen breken ze ook weer af. Een beetje een proces wat je kan vergelijken met het groeien en het afbreken van je vingernagel.
En ze zijn heel belangrijk ook. Ze houden eigenlijk het landijs, wat steeds naar beneden stroomt, houden ze op zijn plek. Dus als die ijsplaten krimpen of afbreken, dan stroomt er veel meer en veel sneller landijs de oceaan in, wat bijdraagt aan het stijgen van de zeespiegel. En als dat landijs dan loskomt, gaat dat met een enorme snelheid. Met grote hoeveelheden stroomt het ijs dan naar beneden. Een soort lawine. Dit is dan ook wat we zagen gebeuren bij het afbreken van de Larsen B-ijsplaat in 2002. In de eerste anderhalf jaar na het afbreken stroomde het landijs 3 tot 8 keer sneller dan normaal. En nu niet een ijsplaat op, maar direct de oceaan in, wat natuurlijk bijdraagt aan het stijgen van de zeespiegel. Het gaat dus ook echt over het afbreken van zo'n ijsplaat aan de kant van het vasteland. Daar houdt het landijs tegen. Dus wat je soms in het nieuws ook wel ziet, dat er een stukje aan de rand afbrokkelt, een ijsberg. Dat is iets waar ik me eigenlijk helemaal geen zorgen over maak. Dat is gewoon een natuurlijk proces, net als het groeien van die vingernagel. Dat hoort erbij. Maar op het nieuws ziet dat er natuurlijk heel spectaculair uit. Omdat de ijsplaten op de Zuidpool het landijs tegenhouden, is het veel ingrijpender dat deze smelten dan het ijs aan de andere kant van de wereld. De Noordpool. Waar je op de Zuidpool een stuk land hebt en daarbovenop een hele laag ijs, heb je in de Noordpool alleen drijvend zeeijs. Dus dat zijn drijvende stukken ijs, dat zit nergens aan vast. De opwarming van de Noordpool heeft ook zeker gevolgen voor het leven in de zee. Maar als je puur naar de zeespiegelstijging kijkt, heeft het nauwelijks invloed. Stel, er drijft een ijsklontje in een glas water en het smelt, dan stijgt het waterpeil niet. En dat is eigenlijk ook wat we zien op de Noordpool. Dus dat zeeijs dat drijft al in de oceaan. En als dat gaat smelten, dan zal de zeespiegel niet veranderen. En bij de Zuidpool ligt dat dus heel anders. Als het daar smelt, dan smelt het ijs van het land de oceaan in. Dat is dus een enorme toevoeging van het water aan de zee, waardoor de zeespiegel drastisch kan stijgen. Hoe snel de Zuidpool smelt, proberen wetenschappers nauwkeurig vast te leggen. Met behulp van die satellietdata. Onder andere die Sophie verzamelt. Soms gewoon van achter haar laptop. In haar woonkamer, in Delft. Met satellietdata kunnen we dus zien hoe het ijs op de Zuidpool verandert. En wat we bijvoorbeeld zien is dat de afgelopen 25 jaar 40% van de ijsplaten zijn gekrompen. En eigenlijk, het is een beetje cru, maar met elke ijsplaat die weer afbreekt komen we ook weer tot nieuwe inzichten. En we kunnen met satellietbeelden, met modellen steeds beter in kaart brengen wat het effect is van de oceaan, van de atmosfeer, van de golven, van het zeeijs, van al die, nou ja, van alle factoren eigenlijk die bijdragen aan het smelten van de ijskappen. Wat Sophie ziet is dat de ijsplaten aan twee kanten, van boven en van onder, worden opgegeten. Zoals we bijvoorbeeld weten, is dat de oceanen steeds warmer worden. En die oceaan die eet eigenlijk zo'n ijsplaat van de onderkant af. Dus bij elke 0,1 graad boven het vriespunt smelt er zo'n 10 meter per jaar van de onderkant van een ijsplaat af. We zien ook dat de atmosfeer steeds warmer wordt. Dus de lucht boven de ijsplaten wordt warmer, waardoor het ijs op de ijsplaten kan gaan smelten. En dat water kan in scheuren gaan stromen. En die scheuren kunnen steeds dieper worden. Op het eind heb je eigenlijk een soort Zwitserse gatenkaas. Dus een ijsplaat vol met gaten, wat heel instabiel kan worden. En daardoor kan het sneller gaan breken. Maar er gebeurt meer. Het smelten van de ijsplaat zet een reeks aan kettingreacties in gang die de situatie verergeren. Als de Zuidpool begint te smelten, wordt het minder wit, waardoor het minder zonlicht weerkaatst. En het wordt steeds warmer, waardoor het nog meer gaat smelten. Dus het gevolg, meer smelt, minder zonlicht weerkaatsen, meer smelt. Dus het ijs gaat alsmaar sneller en sneller en sneller smelten. Dat is kettingreactie nummer 1. Door naar kettingreactie nummer 2. Wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat als het ijs smelt, dat het natuurlijk steeds de ijskap steeds lager en lager wordt. En op lager gelegen gebieden is het warmer, waardoor het nog meer gaat smelten en nog meer zakt. En ook dat gaat maar door en gaat maar door. En dan de derde kettingreactie. De Zuidpool wordt steeds kleiner. Kleiner en lichter. Hoe zwaarder de Zuidpool is, hoe meer water het naar zich toe trekt. De Zuidpool werkt als een soort magneet voor water. Een groot en zwaar Antarctica trekt veel water naar zich toe. Waardoor er rondom het continent een hoge zeespiegel is. En als Antarctica smelt, wordt het lichter en trekt het dus ook minder water naar zich toe. Wat je eigenlijk ziet is als het bij Antarctica gaat smelten, dat lokaal daar de zeespiegel daalt. Dat klinkt positief, hè? De zeespiegel daalt, maar dat geldt alleen dichtbij de Zuidpool. Dat water verdwijnt namelijk niet, maar verspreidt zich over de rest van de oceaan. Hoe verder weg het water is,
hoe minder de Zuidpool eraan kan trekken. Hoe verder van de Zuidpool, hoe groter eigenlijk het effect op de zeespiegel. En voor landen verder weg in het noordelijk halfrond, zoals dus bijvoorbeeld Nederland, stijgt de zeespiegel dus extra. In Nederland, zo'n 15.000 kilometer van de Zuidpool vandaan, zijn we dan ook best wel de pineut. In Nederland merken we dus eigenlijk twee dingen door het smelten van de Zuidpool. Allereerst natuurlijk het directe effect, want de zeespiegel die stijgt door het extra water. En ten tweede door dat magneeteffect van de Zuidpool. Waardoor we extra veel last hebben in Nederland van het smelten van de Zuidpool. De Zuidpool wordt dus minder wit, minder hoog en minder zwaar. En al die dingen maken de situatie erger en erger. Om in Zuidpooltermen te blijven, het is een sneeuwbaleffect. Is het einde nabij? Het onderzoek naar de Zuidpool is nog best nieuw. En op dit moment is ook de Zuidpool het meest lastig om te voorspellen. Maar we begrijpen de Zuidpool wel steeds beter en beter. Hoeveel de Zuidpool gaat smelten is eigenlijk heel erg afhankelijk van hoeveel de aarde gaat opwarmen. En hoeveel de aarde opwarmt is eigenlijk wel afhankelijk van ons eigen gedrag en van de uitstoot. Grote klimaatonderzoeken hebben daar verschillende scenario's voor opgesteld. Het beste scenario, waarbij we vrijwel geen broeikassen meer uitstoten, tot de worst case scenario, waarbij we ons niets aantrekken van de opwarming en volop blijven uitstoten. Stel dat we vandaag stoppen met het uitstoten van fossiele brandstoffen, kunnen we de opwarming van de aarde beperkt houden tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële levels. En we zitten nu al op zo'n 1,4 graden opwarming. Dus dat betekent wel echt nu stoppen. In dat geval zal de Zuidpool maar enkele centimeters bijdragen aan de zeespiegelstijging. Er is ook een ander scenario, dat we vol blijven uitstoten en dat aan het eind van de eeuw, in 2100, de aarde met 4 graden is opgewarmd. En hoe de Zuidpool er dan uitziet en hoeveel dat bijdraagt aan de zeespiegel, is een heel groot verschil. En in dat geval zal de Zuidpool zoveel smelten dat het wel kan bijdragen aan meters van zeespiegelstijging. En voor een landje als Nederland maakt dat natuurlijk een heel groot verschil. Het lot van Nederland is dus sterk verbonden met het lot van de Zuidpool. Gelukkig hebben we satellietbeelden en wetenschappers zoals Sophie om ons te helpen dat lot nauwlettend in de gaten te houden. En met de juiste keuzes kunnen we de Zuidpool toch nog koelen. Maar mocht het alsnog helemaal misgaan, hou in ieder geval je hoofd koel en investeer in een woonboot. Tot de volgende!